Leuk dat u kijkt naar alweer de derde aflevering van kennispartner Pauw TV. In deze aflevering laat bouwbedrijf G.E. van der Hulst zien dat je nooit te oud bent om te leren. Vragen we ons af welk huis duurzamer is, waarbij we ook uitleg geven over nul op de meter oplossingen. En horen we wat past performance toevoegt aan de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het reduceren van de milieu-impact is onderdeel van de visie van Active House. Voor bouwbedrijf G.E. van der Hulst is deze ambitie aanleiding geweest om van start te gaan met een Lean-traject voor alle medewerkers. De principes van Lean helpen om de verspilling op de bouw tegen te gaan. Ja, de grootste verandering die ik eigenlijk heb meegemaakt is dat je niet meer als werkvoorbereider samen met je uitvoerder verantwoordelijk bent voor de planning, maar dat je het echt samen met de bouwpartners doet. Dat is prettiger omdat iedereen meer verantwoordelijkheid voelt voor zijn eigen stukje planning. Iedereen wil het heel graag halen, die planning. En niemand wil de zwakste schakel zijn, dus iedereen doet extra zijn best. De werknemers volgen een speciale Lean training waarbij lifelong learning centraal staat. De impact van de training, dat vind ik voor mij persoonlijk het grootste, dat ik meer coach ben geworden dan uitvoerder. Vroeger stuurde je meer de mensen aan op het werk en tegenwoordig ben je ze meer aan het coachen. Dat komt ook omdat ze zelf weten wat ze de komende weken gaan doen. Dat bevalt mij tot nog toe heel uitstekend. Wij hebben een verbeterbord op kantoor. Als motto daarop staat ook: als je doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd al kreeg. En dan verandert er dus nooit wat. Dus daarom is dat lifelong learning heel belangrijk. Je moet vooruitkijken en de ervaring weer meenemen naar een volgend project. Met het Lean-traject werken betekent wel dat je anders moet gaan denken. Dat je wel echt een omschakeling moet maken. En dat je veel verder vooruit moet gaan kijken. Dat maakt wel dat de voorbereidingstijd eigenlijk wat langer wordt. En daar moet je wel rekening mee houden. Ik ervaar het als prettig. Het hele bouwproces op het bord voor ons maakt het dat je er veel meer betrokken bij bent. Je weet wanneer de gevelstenen komen, wanneer de kozijnen komen, wanneer de vloer komt. Dus je bent meer betrokken bij het bouwproces. Wat mij het meest verbaast is gewoon wel het plezier dat iedereen dan heeft. Het is toch wel lekker werken zo. En daar gaat het voor ons ook om. Onderdeel van Active House en Lean is het efficiënt inrichten van de werkvloer en het reduceren van bouwafval. Nou, dit is onze milieustraat en hier samelen we ons afval in en dat wordt allemaal gescheiden. Dus hier achter mij staat puin, we hebben hout, hard plastic, folies, metaal. Voorheen bestelde een uitvoerder één bak en dat was bouwsloop en daar mocht eigenlijk alles in. Maar dan moet dat allemaal uitgezocht worden. We zijn hier in de Lean container waar alle spijkers, schroefjes, boutjes en moertjes opgeslagen staan. Je kan hier aanwijzen, hier staat bijvoorbeeld de dosie 4040. Dat staat bij alle containers bij bouwbedrijf Van der Hulst. Staat op het derde vakje staat de schroefjes 4040. Dat als iemand de container in komt lopen, dat hij weet, daar staan ze. Als we vroeger een bepaalde schroef nodig hadden, dan liep je in een container een minuut tot twee minuten te zoeken. Als je dat gaat vertalen, dan dat vijf keer per dag, is het 5 tot 10 minuten per dag. Als je dat vertaalt naar een week, is het bijna een uur in de week. Als je dat doet maal 40 werkweken is 40 uur, is een volledige week, is een bouwvakker, timmerman, is aan het zoeken naar schroefjes. Ja, ik verwacht wel dat we met dit Lean-traject dat we faalkosten kunnen verminderen. Dat er veel minder ad hoc beslissingen genomen hoeven te worden, omdat we al veel verder vooruit kijken. Dus de valkuilen zijn veel eerder bekend. En ik verwacht uiteindelijk dat we ook sneller zullen bouwen, efficiënter. Stel, je hebt 2 woningen, 1 goed geïsoleerd, maar met weinig zonnepanelen en 1 met veel zonnepanelen, maar slechte isolatie. Welke woning is duurzamer? Ik verwacht de rechtse. Hoger, meer isolatie en iets minder zonnepanelen. Met die heel veel isolatie en weinig panelen. Ik zou kiezen voor de linker. Ik voor de rechtse. Ik denk de tweede. Ik verwacht dat juist de energieverliezen, als je die het meest beperkt, hoef je ook het minste energie op te wekken. Dan heb je in het algemeen minder energie nodig. Dat je goed geïsoleerd bent. Ik denk hoe minder energie eruit gaat, hoe minder je hoeft op te wekken. Nou, dat ligt er natuurlijk ook wel aan waar het staat. Daar waar de zon altijd schijnt en het redelijk weer is, mag het huis minder geïsoleerd zijn. Extra zonnepanelen aanbrengen is heel makkelijk, maar een huis extra isoleren, dat kost volgens mij veel meer moeite. Je moet ook de installatie en dergelijke erbij hebben. Dus het is een combinatie van. Er wordt heel veel reclame gemaakt over zonnepanelen, dus dan gaat zelf de beeldvorming naar zonnepanelen toe. En isoleren, ja, ik denk dat dat nog een minder vatbaar begrip is voor mensen. Je bent geneigd om te zeggen, op dit moment
is de eerste stap goed isoleren en vervolgens verminderen de vraag duurzaam opwekken. Wat zijn de mogelijkheden om naar nul op de meter te gaan? En een van die mogelijkheden zijn de zonnepanelen die energie opwekken, zodat je ook je eigen energie weer verbruikt. Dus over 10 jaar is het misschien zo dat het andere net zo duurzaam is. Verschillende bouwpartijen werken aan nul op de meter. Uitdaging is oplossingen te vinden die je kunt terugverdienen binnen de levensduur van het gebouw. Grofweg gaat men uit van 3 stappen die nodig zijn om je woning energie-neutraal te maken. Beperk het energieverbruik, bijvoorbeeld door isolatie. Wek zelf energie op, bijvoorbeeld met zonnepanelen op je dak. En neem groene stroom af uit duurzame, hernieuwbare bronnen. Dit is de zogenaamde trias energetica. Er zijn experimenten die afwijken van dit stappenplan. De tijd zal moeten uitwijzen welke aanpak het beste werkt en het meest betaalbaar is. Hou hiervoor ook de kennispartner in de gaten. Past performance is een methode om de uitvoering van de opdracht te beoordelen. Centraal daarbij staan de kwaliteit van de samenwerking en de houding en het gedrag van de opdrachtnemer. Past performance wordt binnen Dure Vermeer gebruikt om aan te geven waar je op moet letten. Het is een goede zienswijze om alle punten door te nemen die ervoor kunnen bijdragen om tot een goede uitvoering van de werken te komen. Het doel wat wij met Past Performance hebben is echt het verbeteren van de relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Het verbeteren van de samenwerking, hoe wij graag als gemeente om willen gaan met onze bewoners, die wens overbrengen aan de aannemer, omdat die echt met de bewoners aan het werk is. Past Performance draagt bij aan kwaliteitsverbetering. Bijkomend voordeel voor opdrachtgevers is de klantgerichte opstelling van de aannemer. En opdrachtnemers kunnen zich onderscheiden door beter te presteren dan concurrenten. De traditionele werkwijze verschilt niet van de huidige werkwijze. Alleen het voordeel was dat er nu, het wordt nu gemeten en vastgelegd. En dat triggert ons om het feitelijk vanuit die perspectief ook vast te houden en gewoon goed te doen. Voor ons heeft dat Past Performance echt een meerwaarde, omdat je gedwongen wordt om houding en gedrag uit te spreken. En door dat maandelijks onderdeel te maken van je bouwvergadering, komt het elke keer weer terug en kun je daar dus ook elke keer wat mee. Omdat beide partijen bij dit project voor het eerst met Past Performance werkten, schakelden zij de kennispartner in. Kennisplatform CROW begeleidde het project. De toegevoegde waarde vanuit de kennispartner was dat wij in het begin eigenlijk een beetje aan het zoeken waren op welke punten er geëikt moesten worden en gemeten moesten worden. Nadat de kennispartner CROW aangeschoven was, gaf hij ons de richting aan in het programma. En kon zeker de opdrachtgever precies zien waarop hij moest beoordelen. En was het voor ons fijn om te kunnen zien wat het verschil in beoordeling was. Om zodoende het laatste goede stapje te maken. Want uiteindelijk gingen we voor een 10. De CROW heeft ons echt op weg geholpen met het toepassen van de systematiek. In het begin waren we een beetje zoekende. We hadden de vragen wel mee. Die beantwoorden we met z'n tweeën ook. Maar we liepen een beetje met cijfers te goochelen en toen het CROW ons daarin begeleidde. En toen werd ook meer duidelijk wat de bedoeling hiervan was. In het project zelf liepen we tegen technische uitdagingen aan. En in de samenwerking kwamen we al snel tot de conclusie dat de eerste beoordeling niet helemaal volgens de juiste beoordelingscijfers waren. En met behulp van het kenniscentrum hebben we dat goed kunnen oppakken. En hebben we dat op de juiste manier kunnen verwerken in het bestand wat daarvoor bereikbaar is voor andere opdrachtgevers. Voorheen hielden we eigenlijk ook onze ervaringen wel bij. Die deelden we ook met onze buurgemeente. Maar sinds het CROW dit voor eigenlijk heel Nederland regelt, kunnen wij ook gegevens uitwisselen uit heel Nederland. Via past-performance.nl kunt u inmiddels ook zelf aan de slag met Past Performance. Dura Vermeer en de gemeente Bloemendaal raden het in ieder geval van harte aan. Pret heeft ons concreet een mooie beoordeling in Past Performance opgeleverd. En het doel van die beoordeling is dat andere partijen deze beoordeling lezen. En daarmee Dure Vermeer uitnodigen om voor een nieuw werk in te schrijven. De aanbesteding heeft ertoe geleid dat wij de opdracht verkregen van de gemeente Zandvoort. En het werk in uitvoering hebben op dit moment. Ik vind dat Past Performance echt heeft bijgedragen aan de samenwerking tussen de gemeente en de opdrachtnemer. Maar ook tussen de opdrachtnemer en bewoners. Dus eigenlijk die driehoek was continu met elkaar in gesprek en daar heeft dit wel echt aan bijgedragen. Of in ieder geval om dat steeds beter te laten verlopen. Past Performance is een voorbeeld voor de sector. Omdat het bijdraagt aan een positieve samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ik zou dit iedereen aanbevelen om toe te passen. Zorg dat je vooraf goed uitspreekt wat je van elkaar verlangt en verwacht. En ik denk dat je daar het hele proces plezier van hebt.